Ik ben Gertie Huisman, ik ben onderzoeker, verpleegkundige en docent. Ik ben verbonden aan de afdeling IQ Healthcare van het Radboud UMC in Nijmegen. In mijn onderzoekslijn doe ik onderzoek naar de dagelijkse zorg van verpleegkundigen. Ik vind dit belangrijk omdat juist die zorg invloed heeft op zogenaamde neursensitieve uitkomsten. Het gaat bijvoorbeeld over ondervoeding, maar ook over de snelle herkenning van de vitaal bedreigde patiënt. Het blijft daarbij altijd belangrijk dat we handelen op basis van evidence en dat we daarmee ook onnodige handelingen terugbrengen. Hallo, ik ben Anton, verpleegkundige van de afdeling maag-darm-leverziekte van het Radboud UMC waar we nu ook rondlopen. Ik ga jullie iets vertellen over het belang van evidence-based practice. Voor ons als verpleegkundige is het van belang om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Dat betekent dat zorg ook nog eens veilig en persoonsgericht moet zijn. Wij gaan zorgvuldig om met onze kostbare tijd. Dat betekent dat wij de evidence-based practice inzetten om alleen zorg te verlenen die echt nodig is. En om zo de onnodige taken uit ons pakket te filteren. Het gaat hierbij telkens om basiszorg die we dus juist wel of niet moeten uitvoeren op basis van evidence. Dat onderzoek wil ik in de toekomst graag uitbreiden en bestendigen. Mijn droom is om dat te realiseren met de patiënt en de professional vanuit de praktijk en om dat ook in het onderwijs terug te laten komen. En natuurlijk is het ook heel erg belangrijk dat het evidence-based werken goed gefundeerd is in het onderwijs. Hallo, ik ben Linda van Beek. Ik ben verpleegkundige en opleiding tot specialist. Ik vind het erg prettig dat onze docent nieuwste inzichten van de onderzoeker meeneemt in ons onderwijs. Door de combinatie onderzoek, onderwijs en praktijk weet ik welke vragen er leven die belangrijk zijn voor onderzoek. Vanuit deze basis wil ik verder werken aan onderzoek, zodat er evidence-based zorg is voor iedere patiënt.